En ik betaal wel via Yellowbrick, maar wat vergeet ik? Mijn invalide kaart neer te leggen. We gaan een kopje koffie drinken, we komen terug. En met een kwartier had ik een bon voor 379 euro. Nou, dat vind ik een veel te hoog bedrag. Dat kan ik gewoon niet betalen. Want ik heb AOW en een klein pensioen. Dus. En dan 379 euro vind ik buiten proporties. Binnen een kwartier nadat ze de boete had gekregen, stond Doki bij de gemeente met een geldige invalidekaart. Maar het mocht niet baten. De boete moet ze betalen. Maar dan stuit het radioprogramma Enna Helpt op het verhaal van mevrouw Krug. Veel luisteraars vinden het belachelijk wat haar is overkomen. Ja, er wordt heel veel gereageerd. Het is leuk, mensen bellen echt, maken zich echt zorgen. Denken die oude vrouw die moet zoveel geld betalen, kan toch niet waar zijn. Ik heb wel een leuke van meneer. Even kijken. Als die mevrouw nu zegt van, goh ja, ik weet niet precies hoe ik dat allemaal moet doen. Ik vind het heel moeilijk, ik wil er best helpen. Kijk, ja, spontaan hulp om te helpen bezwaar te maken. Dus nou, het maakt van alles los. Dit is niet het enige. Enna Helpt zal zich blijven inspannen om mevrouw Krug te helpen en trekt aan de bel bij alle betrokken instanties. De OM zijn we aan het bellen. Die vinden het eigenlijk ook een beetje gek dat de gemeente het niet heeft laten zitten toen ze eindelijk die kaart zagen. Als ze moet betalen, ja, dan gaan we er natuurlijk wat aan doen, want dat kan niet. Zo'n groot bedrag voor die mevrouw, dus dan gaan we dat oplossen. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja, vind ik heel leuk. Ja.